Goedemorgen, Ankie. Goedemorgen, Ankie van Grunsven. Ik zal heel even Nicky even helpen. Nicky, ja, dat is prima. Ja, is goed. Maar we zitten hier, ik zal even een beeld schetsen, zeg maar. We zitten hier in de studio van Koraal Media, Radio Koraal. En in de studio zit Ankie, zit hier Nicky. Hij is een enorme paardenfan. Oh, leuk. Ja, hij is helemaal gek van paard. Doet zelf ook paardrijden, zeg maar. En dan hebben we ook nog paarden, ja. En dan hebben we nog Stef, die zit er ook bij. Die heeft helemaal niks met paarden, maar die wil toch graag bij het interview zijn. En dan hebben we nog Jo ook erbij. En er zitten nog wat enkele mensen. Jelle is foto's aan het maken. En Nicky wilde altijd graag al eens een keer met u een interview doen. Dus hij wil u nu zeg maar gaan interviewen. Dus, ja, leuk. Nou, ik ga u nu overgeven aan Nicky en aan Stef. En ik blijf ja, er ook graag toe bij. Goed. Nou ja, de eerste vraag wat Nicky zou willen stellen is natuurlijk wel hoe lang dat hij al paard rijdt. Ja, hoe lang doet hij al paard rijden? Nou, echt al heel lang, want ik denk dat toen ik 7 was voor het eerst op een ponnetje zat. En nu ben ik echt heel veel ouder, dus ik doe echt al heel lang paardrijden. Ik vind het nog steeds heel leuk. Ja. En de prijzen? En de prijzen, ja. Hoeveel succes heb je ooit gewonnen? Hoeveel prijzen ik heb gewonnen? Ja, ook... Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet echt geteld heb. Wat ik wel kan nog weten is dat ik volgens mij iets van, dat weet ik ook niet precies, 24 medailles op Europese en wereldkampioenschap heb gehaald. En 9 medailles met de Olympische Spelen. En daarbij heb ik 3 keer goud gehaald. Een keer in Sydney met de Olympische Spelen met Bonfire. En die andere 2 keer met Salinero, mijn andere paard. En verder heb ik ook heel vaak geen prijs gehad. Alleen de meeste mensen vergeten dat wel een beetje als je het heel goed doet. Wat is nou de mooiste? Prijs? Wat is nou de mooiste prijs wat je ooit hebt gewonnen? De mooiste prijs, ja, dat zijn denk ik toch wel de 3 Olympische gouden medailles. Omdat je daar echt naartoe werkt. En dat is heel spannend zo'n week. Eigenlijk is zo'n week helemaal niet zo leuk omdat het heel spannend is. Maar als je dan wint, dan is het wel heel erg leuk. Dus dat zijn denk ik wel de mooiste prijzen. Ja, dus eigenlijk is dat gewoon het hoogtepunt wat je kan bereiken. Ja, maar ik denk het mooiste hoogtepunt is toch gewoon het thuis trainen en met paarden bezig zijn hoor. En die prijzen zijn het, hoe zeg je, je zegt al slagroom op het toetje. Dus het mooie vind ik dat ik altijd met paarden mag werken en dat ik daar dan ook nog prijzen mee heb gehaald is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, en wat is uw lievelingspaard? Ja, echt mijn lievelingspaard was Bonfire, dat was echt mijn nummer 1 paard. Maar die had ik ook toen hij heel jong was, toen was hij 3. En toen hij 30 was, is hij overleden. Maar ja, die heb ik dus echt heel lang gehad. En hij was ook wel het paard waar ik de meeste successen mee heb behaald. Maar ook het paard waar ik het meest vertrouwen mee heb moeten krijgen. Omdat hij heel erg bang was. Dus ik moest ook wel een hele goede band met hem opbouwen. En dat maakt het ook heel speciaal. Daarna, Salinero staat echt op een dikke tweede plek. Hij was 6 toen ik hem kreeg, dus dan heb je toch al een iets andere opstart als dat je een paard wat helemaal niks kent. En ik zelf natuurlijk ook heel jong was, dus dat is dan wel iets anders. Maar die 2 paarden zijn wel heel bijzonder. Maar ja, ik heb natuurlijk heel veel paarden gereden. En sommige paarden gaan toch iets meer in je hart zitten als andere paarden. Mag ik ook nog een vraag stellen? Ja, stel maar nog een vraag. Nou, Ankie, mag ik nog heel even... Ik wilde ook graag weten. Nou, bijvoorbeeld Bonfire, die is niet meer. Maar heeft u daar... Daar had hij natuurlijk zo'n mooie band mee. Heeft u daar ook een speciaal gedenkteken? Of een mooie foto of iets? Een plekje, zeg maar, waar u altijd even toch nog herinnerd wordt aan Bonfire? Als u nou, in de stal bent of waar dan ook, zeg maar. Werkt ja, Ik heb hem, toen hij doodging, heb ik hem laten cremeren. Ja. En ik heb zijn as hier op het terrein verspreid. Ah, okay. Dus hij is altijd hier. Ja. Verder heb ik natuurlijk, er hangen hier foto's, zowel van Salinero als van Bonfire op het bedrijf. Ja. Maar ik denk toch dat het meer in je hart zit als dat je het moet zien. Ja. Dus ik denk wel nog heel vaak aan hem. En soms, ja, dat is het leuke nu met social media en met YouTube en dat soort dingen. Je kunt echt, soms kom je onverwacht een keer iets tegen van je paard. En dan,
ja, weet je, dan komt die emotie er ook weer bij. Dat is wel echt heel mooi. Ja. Of liedjes van, ja, liedjes waar, van de Kuur waar ik op reed, die komen soms voorbij op de radio. Of je hebt een keer dat je, ja, een liedje waardoor je aan je pa denkt voorbij komt. Dus ja, die herinnering die blijft er gelukkig wel. Oh ja, over liedjes mag even Staf naar binnen gooien. Dan mag jij gelijk dat stellen van die liedjes, wat haar lievelings... Ja, ja, kijk... kijk, los van het paardrijden, hou je ook een beetje van muziek? Ja, ik hou heel erg van muziek. En wie en, is jouw grote held of heldin in de muziek? Ja, ik heb niet één held of heldin, maar ik vind ja gewoon standaard. Als ik nu snel denk, Queen en ABBA, dat zijn, ja, dat is natuurlijk oud, maar dat blijft altijd wel heel leuk. Ankie, en, Ankie, dan ga ik in de tussen even al Queen klaarzetten voor zo meteen na het interview, goed? Oh, dat is goed. Ja, dat staat al dan vast klaar, ja? Ja, dat is goed. Als jij nog even verder gaat met het gesprek, dan ga ik even technisch iets klaar. Ja, dan ga jij maar wat bedenken. Dat is goed. Ja, ja, maar er zijn natuurlijk ook liedjes van nu die ik heel erg leuk vind. Maar ja, ik hou niet zo van waarin mensen alleen maar praten in een liedje. Ik hou wel echt van gezongen liedjes. Ja, echt gewoon een beetje de normale pop die bijna iedereen luistert. En soul, R&B ook wel een beetje. Ja, van alles. Echt, je kan heel veel kanten met me op met muziek. Dus eigenlijk ben je gewoon van alle markten thuis? Nou, dat zeg ik niet per se, maar mijn muziekkeuze is wel reuze. Ja, oké. Ja, dan heb ik ook gelijk nog een vraag over muziek. Houdt u ook van Duitse muziek? Van Duitse muziek? Ja, minder. Minder. Met dat? Ja, dat maakt niks uit. Iedereen zijn eigen smaak erin. Ja. Nick is namelijk een beetje half Duits, half Nederlands. Half zeg maar. Duits en Nederlands, ja. Ja. Denk, maar 99 Luftballon, ken je die dan nog? Van die vind ik dan weer wel geweldig. Ja, dat is een oud liedje, maar die vind ik dan weer wel heel geweldig. Ja, maar die heeft ze in het Engels en in het Duits gezongen, dus. Ja. Ja, maar ja, het wisselt natuurlijk. Ik vind ook niet alle Nederlandse liedjes leuk natuurlijk. Maar sommige vind ik wel weer heel mooi. Dus het ligt er wel aan het liedje, denk ik. Ja, daar heb ik ook gelijk nog een vraag. Doet u nou nog iets met paarden of zo? Of wedstrijden? Ja, ik doe nog elke morgen rijd ik een aantal paarden. Zowel voor klanten als voor mezelf. En 's middags geef ik vooral andere mensen les. En hier op mijn bedrijf hebben we ook middagen organiseren we, waar mensen kunnen komen kijken. Of mensen, ja, fanmiddagen, weet je wel. Dat mensen echt kunnen komen kijken naar een paard en een rondleiding op stal. Maar we doen ook cursussen geven voor mensen die wat hoger niveau hebben. Dus we hebben wel allerlei dingen hier die we met paarden organiseren. Ja, ja, ik doe zelf ook paardrijden. Rijd je dan op een manege? Op een manege, ja. En waar rijd je dan? Waar is bij dat? Bij Juris. Oké, en vind je het leuk? Vind ik leuk, ja. De plaats is landgraaf, ja. Ja, en wat vind je dan gewoon leuk? Ook gewoon het rijden van het paard? Of vind je de dingen eromheen ook leuk? Ja, ik vind het rijden leuk, maar ik vind het nog moeilijk eigenlijk. Ik zit nog aan het touw, dus ik ben soms nog met de voeten dat ik soms eruit glij en allemaal. En met de handen dat ik te veel beweeg. Ja, maar goed, weet je, het is ook niet makkelijk paardrijden. Maar ja, ik vind het altijd wel heel leuk dat je met een paard, dat je samen zoiets kunt doen. En bij mij lukt het ook niet altijd hoor. Ja. Maar dat is ook wel leuk, want als het gelijk makkelijk was, had je niks te oefenen, hè? Ja, ik werk zelf ook met paarden bij Rimburg de Hoeve. Ik denk dat je iemand daarvan kent. Nee, dat weet ik zo niet. Bij jou werk ik. Nou, ik denk dat Ankie wel heel veel mensen ziet, maar ze niet allemaal persoonlijk zal kennen. Nee, ja, maar misschien weet ik het al. Maar ik ben heel slecht in namen. Dus soms zie ik iemand en dan denk ik, ken ik jou? En dan, weet je wel, als ze dan zeggen waarvan, dan weet ik het meestal wel weer. Maar ik kom inderdaad wel veel mensen tegen. Ja, Starre, die waren ook bij u, als het goed is. Wie? Starre. Sterren, ja, sterren is heel leuk. Och, kijk. Ja, ja. Zie je dat de wereld klein is, toch? Ja, sterren is heel leuk. Het paard vandaan, dat staat bij de manage waar ik werk in Land. Oh, dat is grappig. Dan zit je in Limburg dus. Ja, Rimburg de Hoeve. Wat mooi ja. is het. Ja, oh goed. Ja, nee, sterren ken ik wel, ja. Leuk. Mm. Ja. Enthousiast type is dat.
Ja. Ja. Ze komt hier net voorbij lopen trouwens. Dat is toch wel leuk. En het zijn al die mensen met paarden, geloof ik, hè, Ankie, die zijn zo enthousiast en zo. Klopt dat? Ik heb dat toch altijd het gevoel, hè? Want Nicky is dat ook altijd. Die is heel enthousiast en passievol en vol. Wij vinden het natuurlijk heel leuk om met paarden te kunnen werken. En als je dat dan kan, dan word je daar heel blij van. En ik denk ook dat de meeste paarden gewoon positieve energie geven. En dat is ook het mooie, dat je samen met een paard, hè, je moet het samen doen. Je kan een paard eigenlijk niet dwingen, want daarvoor is hij te groot en te sterk. Dus hij moet het voor jou willen doen. En als je dan een band hebt en zo'n paard wil alles voor je doen, ja, dat is echt geweldig. Ja, maar soms... Er zit veel liefde in. Maar soms wil een paard in het begin niet meedoen, omdat hij in het begin te veel hebt meegemaakt. Maar als je daar vaak mee omgaat, ja, en vaak bij blijft staan en knuffelen en ja, worden aandacht, ze blij geven, van. Aandacht geven heel veel, dan worden ze wel wat rustiger en dan gaan ze ook aan mensen wennen. Ja, maar dat is met mensen ook zo. Hè? Als je ze veel aandacht geeft, worden ze vaak ook aardiger. Niet ja, allemaal. Niet allemaal, nee. Maar ja, kijk, als je nou terugblikt op al die jaren op professioneel topniveau presteren en ook helaas verliezen. Wie is nou de grootste steun geweest in jouw carrière? Ja, mijn vader. Je vader? Nee. Ja, mijn vader, maar ook mijn paarden. En je paarden? Mijn vader die heeft altijd mij ondersteund in alles eromheen. Maar ik denk gewoon, het is gewoon heel fijn om met paarden te werken, omdat... Kijk, als jij, wat jij ook zegt, als je veel tijd en liefde in je paard steekt, krijg je dat ook terug. En dat is bij mensen dus niet altijd zo, helaas. Hè? Die doen soms dingen dat je denkt, hè? Maar bij paarden is dat niet zo. Wat je geeft, dat krijg je terug. En dat is wel het hele mooie van mijn paardenwerken. En mijn vader die heeft mij van kleins af aan altijd geholpen met rijden en met reizen onderweg. En als het een keer tegen zat, die was altijd nuchter en weet je, het is niet alleen maar... Ik heb ook niet alleen maar gewonnen. Ik heb ook heel veel tegenslagen gehad. Maar daar moet je ook mee leren omgaan. Dat is ook belangrijk. Dus het is een mooie... Ja, het is ook mooie opvoeding eigenlijk met paarden omgaan. En heb je er ook veel vrienden aan overgehouden in die carrière? Nou, dat valt mee. Maar je hoeft niet heel veel vrienden te hebben als je maar een paar hele goede vrienden hebt. En dat heb ik wel. Oké. Ik heb nog een vraag. Mag ik ook nog even in? Ja, zeker. Ankie Jelle, die zit hier ook. Die komt uit Friesland. Hij zit op de achtergrond. Hij heeft geen microfoon. Maar hij wilde nog even snel... wil je dat even aan Ankie vragen? Doet hij iets met Friese paarden ook? Zelf niet. Maar ik heb wel ooit mensen met Friese paarden. En ik vind Friese paarden wel echt heel mooi. Wat is er zo bijzonder dan aan zo'n Friese paard? Want ik hoor dat vaker, die naam. Een Friese paard, wij zeggen dat ze koudbloed. Dus je ziet ze niet heel veel in de sport. Omdat ze daar... er zijn wel een paar Friezen die het heel goed doen in de sport, maar eigenlijk zijn ze daar niet op gefokt. Maar Friezen zijn gewoon vooral heel imposant om naar te kijken en heel mooi voor show. En het is gewoon echt overweldigend mooi, vind ik ze eigenlijk. En die geven kusjes, als je ze heel veel kriebelt. Dat doen Friezen ook heel erg. Okay. Kijk, dat weet jij alweer, Nicky. Zeker. Heb ik nog één vraag, nog van mijn kant uit zelf. Ankie, ik zie jullie vaak ook naar de Olympische Spelen, naar verre landen reizen met paarden. Die paarden gaan altijd in een vliegtuig. Ben je daar altijd bij als je met als zo'n paard in de vliegtuig gaat? Ben je bij de paarden of hoe werkt zoiets eigenlijk? Want dat is toch een hele onderneming toch altijd? Ja, nou die paarden wat gaan vliegen zijn wel paarden die al heel veel reizen. Want die gaan natuurlijk al veel met de vrachtwagen naar allerlei landen. Als ze gaan vliegen, dan normaal had ik altijd een vaste groom, noemen wij dat. Dus een verzorger van de paard die eigenlijk altijd... Ook als je het zelf te druk hebt of zo, die dan ook op stal en zo erbij is. Mm-hmm. En die vloog dan eigenlijk, mijn eigen vaste groom vloog eigenlijk altijd wel mee. Maar soms kan dat niet. Maar dan zijn het mensen die echt gespecialiseerd zijn in reizen met paarden die erbij zijn. Okay. Maar het liefst heb je natuurlijk je eigen mensen bij je eigen paard. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Ja, okay. Dankjewel voor een mooie antwoord. En heb je misschien nog tips voor jongeren die jou ook als jouw voorbeeld zien?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon doet wat je zelf heel erg leuk vindt. En dat je, dus als je met paarden werkt, dat je dan, ja, dat je daar je plezier uit haalt. En je, ja, voor mij is het echt een passie. En ik ben dan heel goed geworden, maar weet je, het moet niet per se dat je wedstrijden rijdt. Je kan ook gewoon heel veel plezier hebben door gewoon samen met het paard te werken. En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Dus eigenlijk is het gewoon het gevoel wat je ervoor, ervan krijgt en ook het plezier. Ja. En, ja, dat eigenlijk. En de liefde. De liefde, ja. Dat was... Misschien moet je maar ook een paardengek worden, Stef. Ja. Zie jou ook wel op een paard zetten. Stef, ja. Maar jongens... Ja, je bent of gek van paarden of je hebt er schrik van, volgens mij. Ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb wel eens een keer in de stad Sevilla in Spanje een koets toch gemaakt. En ik merkte ook de ruiter en het paard waren allebei één. Ja. Nou ben ik niet zo van het op een koetje zitten, want dat vind ik dan eng. Ik zit liever op een paard. Maar je moet het wel echt, je moet elkaar vertrouwen. Hè? Want zo'n paard is natuurlijk ook groot en met zo'n koetstocht ook. Het is eigenlijk ongelooflijk wat die paarden allemaal voor ons willen doen. Ja, hè? Door dat zo'n zeker. Stad en zo'n karretje trekken en knap vind ik dat van die paarden. Ja, absoluut. Dat sluit ik me volledig bij aan bij dit antwoord. En volgens mij hebben we alle vragen zo'n beetje gehad, hè? Nee, ja, volgens mij wel. Bedacht hadden. Ja. Nou oké, dan nu een leuk liedje, ja, toch? Ja, we hebben een verrassing. Ja, we hebben een verrassing. Dat is geen verrassing, nee. Ja, welke is de Tom voor jou? Ja, we schuiven trouwens, die in. Trouwens, dat was Jo nog, Ankie, die op de achtergrond ook nog af en toe iets zegt. Ja, zeg maar Jo. Jo Boeze, die zit welke er ook bij. Welke plaat moet je horen dadelijk? Nou, Ankie heeft een speciaal liedje aangevraagd. En dat gaan we draaien. Ja, dat gaan we nu van haar vragen. Ankie, welk liedje wilde je graag horen van Queen? Ja, ik weet het niet meer. Is het Doos for the Days? Nee, we hebben Bohemian Rhapsody. Is die goed? Oké, top. Mag dat? Ja, geweldig. Zeker? Ja, zeker. Ik kan er zo mee zingen, maar dat zal ik dit keer niet doen. Okay. Mogen we jou namens het hele team van Koraal Media, Radio Koraal hier, namens Nicky, Stef, Jo, Jelle, Romario, die er allemaal bij is, zeg maar, en al die andere mensen nog bedankt voor het mooie interview. Nou, heel graag gedaan.